Nigel Thomas, links in beeld, speelt bij PSV onder 16 en kwam afgelopen zomer over van Sparta Rotterdam. Een talent. En het is een belangrijke dag, want hij tekent een 3-jarige overeenkomst bij PSV. En dat is een mijlpaal. Het is natuurlijk een fantastische dag. Lang op gewacht. Gisteren moeilijk geslapen. Maar ja, dan zit je daar en dan is het gevoel niet te omschrijven. Ja, maar het enige wat je moet doen is een krabbel zetten, toch? Ja, ja, maar het is natuurlijk ook een heel mooi moment. Ja. Samen met mijn familie. De handtekening werd gezet met rechts. De voorzetten voor de spitsen komen ook met de rechtervoet. De aanvaller is pas 16 jaar, maar zeer ambitieus. Ik ben rechtsbuiten. Snel, goede voorzet. En kan ook op linksbuiten of in de spits spelen. Dus ik denk wel dat de mensen mijn naam binnenkort gaan zullen weten. Zoals gezegd, Thomas doorliep de jeugdopleiding van Sparta en kwam afgelopen zomer naar PSV. Een stap waar hij geen spijt van heeft. Ja, goed. Veel goede stappen gemaakt. Mooie dingen, goede mensen die je goed helpen. Het is perfect voor een jeugdspeler om te ontwikkelen. En hoe kan het ook anders als je mag werken met mensen als Ruud van Nistelrooy, die de aanvaller Thomas veel kan bijbrengen? Bijvoorbeeld waar een spits het liefst het bouwen hebben, scherphoek moet trappen. Zulke tips en die maken uiteindelijk het verschil. Je komt bij Sparta vandaan. Daar ben je niet de enige die die stap heeft gemaakt ooit, hè? Sparta PSV. Wat is dat toch? Ja, ik weet niet. Ja, ik heb gehoord dat het wel vaker is gebeurd. Ik heb het gemaakt omdat ik denk dat ik hier grotere stappen kan maken. Mezelf beter kan ontwikkelen. Dat was echt mijn gedachte achter de stap. Dit was een hele belangrijke stap nu, vandaag, die krabbel zetten. Wat heb je voor zelf voor plannen? Zo snel mogelijk het eerste halen. Dat is mijn grootste plan. Harder naartoe werken. En dan de debuut. Hopelijk met rug nummer 7.